Ik ben Jonas Martens. Ik ben 30 jaar oud ondertussen. Ik heb gestudeerd bij de TU Delft, ingenieur, industrieontwerper. En van daaruit zijn we voor onszelf begonnen eigenlijk. Dus we hebben een collectief gevormd van ingenieurs, Better Future Factory. Ja, we willen echt serieus de wereld veranderen, maar we geloven dat het alleen maar echt kan door met de systemen mee te denken en vanuit binnenuit zeg maar, een verandering aan te brengen. En niet dingen gaan roepen van hey, dat zo kan het niet verder, maar echt laten zien dat het anders kan. En daar is Perpetual Plastic ook uit voortgekomen. Als je naar het probleem plastic kijkt, dat is best groot. Wordt maar over 10% of 12% wereldwijd wordt echt gerecycled eigenlijk. En de rest eindigt gewoon in de rivier, in je vis die je eet. Er zit in tapwater, in bier en kan het zo gek niet bedenken. Het is echt overal. We geloven niet in het dweilen met de kraan open. Dus we willen niet de zee schoon vissen, maar we willen hier de cirkel sluiten en zorgen dat het niet meer erin komt. En dan gaan we daarna de zee schoonvegen. Er is een industriële revolutie 3.0, zoals ze dat noemen, met de 3D-printer. Nou, als we dan toch een nieuwe techniek hebben, waarom doen we het dan niet in één keer goed? En dat is de hoofdgedachte erachter. Dus we willen echt verandering aanbrengen en die hele beweging eigenlijk industriële revolutie 3.5 maken. Dus wat we doen, bak met water. Maak een bekertje goed schuin. Daarna gaat hij in de droogtoren. De bekers, die gaan erin. Hier zit een boor in, welke materiaal naar voren duwt. Je komt in dit gebied terecht, wat op dit moment 186 graden is. Daar smelt het plastic, volgt daar een soort van kauwgom wordt het. En daarna wordt het hier aan het uiteinde in de nozzel wordt er door een gaatje heen geperst van 3 mm. We hebben nu met deze installatie hebben van dit plastic bekertje hebben door middel van het recyclingproces en het 3D-printen een ring geprint. Dus het gaat echt om een soort circulair economietje op een lokale schaal. Dit zijn autodashboards bijvoorbeeld. We hebben ook uit PET-stromen, dus uit PET-flesjes. Ja, het gaat heel erg om de specifieke afvalstromen, dus het moet veilig zijn en consistent en noem maar op. En ja, daarom kiezen we echt specifiek autodashboard en specifiek PET-flesjes. Wij geloven heel erg in die beweging dat mensen gedecentraliseerd produceren van nuttige of minder nuttige producten. En dat het heft weer terugkomt in de handen van de mensen, om maar zo te zeggen. Op het moment dat je nieuwe materialen, nieuwe plastics gaat aanboren, moet je ook weer nieuwe olies daarvoor gebruiken. En ja, je ziet gewoon dat dat niet zo heel goed werkt. Dus wij willen dat iedereen zoveel mogelijk waar het kan gebruik gaat maken van gerecyclede materialen in plaats van nieuwe, want de kwaliteit is exact hetzelfde.